is een familiedag in de arena. De oudere fans kwamen misschien voor het elftal van 95 dat de Champions League pakte tegen AC Milan in Wenen. En de jongeren die komen voor het Ajax van nu onder leiding van Frank de Boer dat de competitie zondag begint tegen de Graafschap. We zien Theo Jansen die toch wel zijn ogen uitkijkt in deze entourage. En dan natuurlijk ook bedenk dat hij nu bij een club speelt met een enorme historie. En die historie is voelbaar vanavond bij de testimonial van Edwin van der Sar. Want in Engeland is het gebruikelijk dat als een speler afscheid neemt, dat er een afscheidwedstrijd wordt georganiseerd. Dat was zo bijvoorbeeld ook voor Dennis Bergkamp in 2006 tegen Ajax in een heel mindere entourage in het Emirates Stadium dat toen werd geopend. En dit is een veel grotere gebeurtenis met grote namen dus voor Edwin van der Sar van 29 oktober 1970 uit Voorhout. Die debuteerde voor Ajax 1 op 23 april 1991 tegen Sparta toen Stanley Menzoon geblesseerd uitviel. Met Ajax van nu komt het veld op. En Theo Jansen dus en Kenneth Vermeer. En met in de basis ook Jan-Arie van der Heijden terug van verhuur aan Willem II. En met Vertonghen die er nog steeds niet bij is, nog steeds geblesseerd. Misschien haalt hij wel komend weekend, dat is de vraag. Ajax het dus verloor van Twente voor de Johan Cruijffsbaan. Maar dit is toch een scherpe wedstrijd met actieve spelers. En een generale voor Manchester United dat zondag om 16:30 om het Community Shield speelt tegen Manchester City. En hier het voorstellen van het Dream Team Michael Carrick kwam na Van der Sar naar Manchester United. Speelde twee WK's. Gary Neville werd voorgesteld, ook al gestopt in Carrick. Daar is Ferdinand. Speelde door vlak voor Van der Sar en het centrum van de verdediging van Manchester United. Woont in dezelfde plaats ook, vlakbij Manchester. Dit zien we daar. Van Bronckhorst, Arwen Zende, Dennis Bergkamp. En hier is Wayne Rooney, mooi dat hij er is. De superspits van Manchester United. We zien Zaha bij Everton. En natuurlijk ook John Heitinga. Speelde nog gisteren een oefenwedstrijd met Everton tegen Werder Bremen. Samen kwamen ze naar de Amsterdam Arena. Goku wordt voorgesteld. En hij maakt zich op voor zijn allerlaatste wedstrijd op het hoogste niveau. Van Bronckhorst ook in het Dream Team. Daar is Bolo, Boudewijn Zende. Op dit moment geen club. Hij bedankt voor de aanbieding die Sunderland er deed. En daar is Dennis Bergkamp, de assistent van Frank de Boer voor dit seizoen. Edgar Davids. Van der Sar kent hem al jaren. Beide zaten op de kweekschool voor de handel bij de Bellagerbrug. Toen ze bij Ajax speelden, Van der Sar kwam zijn 18e van Noordwijk naar Amsterdam. Dat was een grote stap naar de grote wereld. En uit die tijd kent hij dus Edgar Davids. Frank de Boer, natuurlijk. Zijn trainingsbroek aangedaan, heeft net ook gespeeld met het Ajax van 95. En dan nu. Ik dacht dat Van der Sar kwam, maar we krijgen natuurlijk eerst Sir Alex Ferguson. Het monument van Manchester United sinds 86 daar trainen. En hij kon Van der Sar niet meer overhalen om hem nog een jaar aan vast te pakken. En daar Van der Sar met zijn zoon Joey, die op doel staat bij Manchester United T1. Zo vader, zo zoon, kippenvel momenten, ook met zijn dochter Lynn. Kijk die glimlach op het gezicht van Sir Alex Ferguson. Prachtig moment door de erehaag. Oeh, natuurlijk de emoties.
zijn bijnaam, maar dan liet zijn tranen gaan naar de uitschakeling in de halve finale tegen Brazilië na de strafschoppen in 1998.